Hey, hey, welkom iedereen in de Tabata Challenge. Vandaag zijn we er dan aan dag 1. We gaan 30 dagen lang stevig knallen. Elke dag 8 intervallen van 20 seconden van 2 oefeningsjes. Dan gaan een keer upper body, lower body, core, cardio oefeningsjes zijn in een mix. Je zult telkens wel zien wat dat is. Vandaag gaan we beginnen met een lower body oefening en met een core oefening, een sumo squat en een plank. Ik zal even kort voortonen en dan vliegen we er gewoon in. Dus voor de sumo squat ga je breed staan, tenen wijzen naar buiten, borst is recht en je zakt recht naar beneden en terug. Recht naar beneden en terug. Right? Dat doe je voor 20 seconden, dan heb je 10 seconden pauze. Tweede oefening is de plank. Ellebogenplank. Zie, ja, ik kan niet zien met mijn t-shirt, maar zien dat je niet doorhangt natuurlijk en ook niet te hoog gaat. 20 seconden houden, 10 seconden pauze en zo wisselen we telkens af. Dat doe je 8 keer in totaal. Ze zult op het tempo van de muziek ook zijn, dus elke oefening ga je 4 keer doen. Ik start de muziek, je zult het allemaal wel horen, je kunt mij gewoon meevolgen. Het wordt allemaal wel duidelijk. Alright, dan beginnen we. Bijna. Ga breed staan. Oké, okay, 20 seconden. Borst goed recht houden. Let op de kwaliteit. Maar probeer er ook wat herhaling in te steken. Oké, okay, 10 seconden om te switchen naar die plank. Ellebogenplank. Als dat moeilijk gaat, kan je van op je handen gaan. Of eventueel op je knieën en je ellebogen ook. Oké, okay. 20 seconden, gewoon houden. Oké, goed. Dus pauze, dan gaan we weer naar de sumo squat. Oké. Okay. 20 seconden. Oké, okay. Is goed. Met een keer plank. Buikspieren aanspannen, belspieren ook, kan ook veel helpen. Let's go! Oké. Dus we hebben 4 rondjes gedaan van 20 seconden nu. We zijn halfweg ons totaal. Nog 2 keer elke oefening. Let's go! Blijf goed naar buiten duwen. Voeten staan breed genoeg. Tenen wees naar buiten. Oké, okay, is goed. 5 gedaan. Let's go! Eentje van elk. Dus de benen nog even los. Let's go. Ja. Laatste keer je plank. Let's go! Oké,
Alright. Goed. Dat was onze Tabata van vandaag. Ik hoop dat je het plezant vond. Geleidelijk gaan we ons een klein beetje moeilijker maken. Vandaag was onze eerste. Ik hoop dat wat ging. Als het moeilijk gaat, laat zeker iets weten hieronder. Als het gemakkelijk was, laat het ook weten. Laat gewoon iets weten hoe dat ging. Alright, tot morgen.